Mijn nicht vangt honden op, Curaçao. Ze werkt voor een stichting daar, Rescue Paws. En nou, als je ziet wat daar voor een leed allemaal is met honden, hoeveel honden ze opvangt. Tientallen, nou, ik geloof dat ze ergens in de 80 honden heeft op dit moment. En dat vind ik gewoon iets waar ik wakker van kan liggen, dierenleed. Ongelijkheid, ja, dat is een hele goeie. Dat houdt u bezig? Ja, zeker. En ongelijkheid in welke zin, als ik vragen mag? In alle zinnen. In de manier hoe de verschillende generaties met elkaar omgaan. In de manier hoe mensen die al heel lang hier wonen en die hier nieuw zijn, mee omgegaan wordt. In de manier hoe vrouwen in de maatschappij staan en de manier hoe mannen in de maatschappij staan. Volgens mij kunnen we daar nog heel veel verandering in. Mag ik dan concluderen dat u gevoel voor de juiste verhoudingen hebt? Ik hoop het, ja. Ik hoop dat de rest het ook bij me eens is. Want dan gaan we nog eens een keertje verandering ervan maken. Van de aardbeving in Turkije en van de oorlog in de Oekraïne. Ja, en Syrië, dat is een drama. Daar lig ik wakker van, ja. Dat houdt u wel bezig? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk houdt dat ons bezig, ja. Is dat het enige wat u bezig houdt? Ja, persoonlijk heb ik het helemaal voor elkaar. Dat is het juist. Okay. Ja, als je het zelf goed voor elkaar hebt en je ziet dat een ander zoveel ellende heeft. Ja, vind ik het drama. Ja. Ik doe de ogen dicht en slaap. Ja. Hebt u dan misschien een advies voor mensen die wat moeilijk kunnen inslapen? Nee, want ik heb er ook geen verklaring voor. Waarom ik wel zo goed slaap en zij niet. Dus nee. Kunnen we het erop houden dat u van nature een goede slaper bent? Ja, dat lijkt me, dat kun je wel stellen. Ja. Ja, eigenlijk heel veel redenen, maar de voornamelijke is door de leeftijd. Ik kom door de naar de wc te gaan, maar soms ook vroeger ik heb nachtmerrie gekregen. Door deze ook soms word ik wakker. Leeftijd, ja. Leeftijd? Ja. Omdat u een dagje ouder wordt? Ja, misschien, ja. Ook ik ga naar sporten die ook rijden. Ja. Ja. Maar u leidt er niet onder? Nee. Ik ben gewend, ja. Okay. Zo. Ja. De energie, de prijzen, de boodschap. Ja, mensen die toch veel minder hebben. Dat is wel een hele zorg, denk ik. Ja. En als u dan wakker ligt, is dat dan over dingen ver weg of dichtbij? Dichtbij. Ja. Je moet dichtbij eerst op de rit hebben. Ja. En kunt u misschien een voorbeeldje geven? Nou, ik vind het best wel zorgelijk dat mensen om ons heen, sommige mensen om ons heen, toch moeite hebben om wekelijks rond te komen. Boodschappen, jonge kinderen, het is wel een ding. Kent u daar voorbeelden van? Jawel. De huishoudelijke hulp op ons werk bijvoorbeeld, die werkt ontzettend hard. Pubers, 2, moet alleen verdienen. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja, soms door de straat heen, het gaat gewoon veel te hard. Ook bij mij in de buurt rijden ze soms 50, 60, soms 80 km per uur, terwijl het gewoon 50 is. En daar leg ik me wel wakker van, dat er ook nog wel soms kinderen over straat heen rennen. Het houdt je wel bezig. Ja, wel bezig, ja. De gemeente zou in ieder geval de snelheid uit de weg kunnen halen. Ja. En de snelheidsbeperkende maatregelen treffen. Maar is dat dan toch nog voldoende? Dat zou denk ik wel voldoende zijn, ja. Ja, als er wat met mijn kinderen is of als er weer wat in de wereld gebeurt, zoals nu met die oorlog. Ja. Dat zijn de dingen die u 's nachts kunnen bezighouden. Ja, precies. Ja. Dat klopt. Ja. Zijn er nog meer dingen waar u wel eens van wakker ligt? Nou ja, waar het nu heen gaat, hè, in deze tijd tegenwoordig. Ja. Er gebeurt toch veel in de wereld. Ja, van oorlog en slecht nieuws op de televisie, ja. Dat. En je eigen kleine zorgen. Je eigen kleine zorgen, bezonjes. Ja. 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 Kinderen, als daar wat mee is. Je werk, waar het druk is. Dat soort dingen, ja. Maar dat is heel menselijk. Ja, lijkt me wel. Dat je wel eens wakker ligt van iets. Zeker. Ja. Dus ik ben heel menselijk. Ja. Ik lig eigenlijk nergens wakker van 's nachts. Ik kan me van alles wel bedenken natuurlijk, maar gelukkig slaap ik nog goed. Dat lijkt me toch de ideale situatie. Ja, nou, dat is ook wel. Ik heb het een beetje van mijn moeder, denk ik, die had het ook. Je bent van nature
of misschien wel door de juiste genen, een goede slaapert. Ja, ja, ja. Dus waar kun je meer wakker van liggen? Ja, alle problemen in de wereld, maar goed. Dat lost niks op. Dat lost allemaal niks op. Gewoon naar het toilet. Ja, daar word ik vandaag lekker van. Ja. Dus meer niet. Dus, nee. Maar wat valt er aan die scheve verhoudingen te doen, volgens u? Dat we elkaar wat meer ruimte geven, zodat we meer ruimte ook weer voor elkaar kunnen bieden. Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Nee, je moet er alleen, je moet het zien en doen. Dat is volgens mij het enige wat er moet gebeuren. Dus zo simpel is het, gewoon doen. Ja, en het zien. Want als het voelt als een commando, dan ga je tegenstribbelen, wat we ook zien in de maatschappij. Maar als je ziet dat het fout is, dan wil je het ook doen, hoop ik. Nou, dat is een mooi woord voor de wereld. Ja, toch? Is dit het enige waar u wakker van ligt? Nee, er zijn wel meer dingen. Maar ik ben bang dat ik anders mijn trein naar de stad niet meer ga halen. Dus ik moet helaas Ik u bedanken en dan wens ik u een goede reis naar het station. Dank je. En verder. Ja, terug naar Rotjeknor. Oké, bedankt. Dag. Dankjewel. Doei.